wat gebeurt er eigenlijk als wij voor een ramp opgeroepen worden? Wel, dat is eigenlijk het belangrijkste is een opvang en een onthaal bieden aan mensen die getroffen zijn door de ramp. En dat gaat dan in de eerste plaats vooral over de niet-gewonde of de zeer licht gewonde betrokkenen. Maar ook aan familie, vrienden of verwanten die ter plekke komen of die bellen en die bezorgd zijn en die graag meer informatie willen weten. Vandaar dat een tweede belangrijk aspect van onze taak eigenlijk is zo snel mogelijk gegevens te verzamelen over de ramp en de hulpverlening die ter plekke is gekomen, maar ook over wie bevindt zich waar en op welk moment en in welke toestand. En dat sluit dan vooral ook aan bij wat Bart doet. Wij gaan dan van de informatie die we van Arjan krijgen, is voor ons van heel belang, groot belang om lijsten mee te maken. Lijsten voor de gemeentebesturen, lijsten ook die dan later kunnen gebruikt worden om mensen te informeren van waar hun familie is, waar dat hun de vader is, de moeder, de man, in die ook betrokken is. Om die mensen kunnen verder te helpen en om die mensen kunnen gerust te stellen. Naast dat onthaal en die identificatie is het ook belangrijk om op de concrete noden van het moment te kunnen in te spelen bij de verschillende getroffenen. Op het moment dat ik telefoon krijg van het Rode Kruis van help, er is een ramp gebeurd, zal ik altijd eerst afstemmen op het werk of dat gaat. Zal ik, als dat 's nachts gebeurt, want rampen gebeuren veelal 's nachts, want het is toch iedere keer terug die klik opzetten, jezelf kalmeren, wetende van kijk Bart, ik ben professioneel, ik weet wat ik doe. Een van de belangrijkste kwaliteiten, denk ik, als je opgeroepen wordt om als hulpverlener tijdens een ramp, denk ik dat op een professionele manier kunnen luisteren naar de mensen. Wat versta ik daaronder? Je wordt geconfronteerd met een heel moeilijke situatie, met veel emotie of een gebrek aan emotie bij sommige mensen. En daar moet je mee om kunnen. En je moet die verhalen kunnen horen, je moet die verhalen kunnen dragen een stukje voor die mensen. Dus ik denk dat dat de belangrijkste kwaliteit is dat je eerst moet hebben. Daarnaast, een tweede belangrijke, is niet iedereen gaat op een spontane manier hulp komen vragen of de vragen om te kunnen praten over bepaalde zaken. En dat je dus ook geen schroom mag hebben om toenadering te zoeken tot mensen en daar je hulp aan te bieden. Zonder opdringerig te zijn, weliswaar. De moeilijkste vraag die mijn vrienden mij altijd stellen is van waarom ben je vrijwilliger? Waarom ga je mensen helpen als zij het moeilijkste hebben in rampen? Het geeft een enorme voldoening als je toch die mensen in al hun miserie en even kunt hebben laten voelen van kijk, je staat er niet alleen voor en wij zijn er hier. Een ramp maakt geen onderscheid in sociaal statuut of goed of slecht. Dat kan iedereen treffen. En ik heb vanuit mijn professionele ervaring als psycholoog ook geleerd hoe ontwrichtend dat kan zijn voor mensen. En de idee van op die moment, zelfs al is het zeer minimaal, een moment van rust te kunnen bieden aan die mensen, naar hun verhaal te kunnen luisteren, daar gewoon te zijn, dat vind ik eigenlijk het mooiste aan mijn taak als vrijwilliger en dat is de reden waarom dat ik het doe.